Hi, leuk dat je kijkt en welkom op het kanaal van Energy Gracefully. Ik ben Annette en ik heb voor jou de opgemaakte producten van de maand september. Het is weer echt een doos vol. Dus ik ga er met je doorheen. Ik vertel je wat ik van de producten vind. En als ik er een volledige review van heb geschreven, die je kunt vinden op mijn blog energygracefully.com, dan laat ik je dat natuurlijk eventjes weten. Ik begin met een beetje grote verpakkingen, want dat ruimt altijd even lekker op. Even kijken hoor. Ik begin met een micellair water van Nivea. Ik was door al mijn micellair water heen en deze was toen ik naar de winkel ging 1 plus 1 gratis. Dus ik ben nu aan de tweede verpakking bezig. Prima micellair water. Ik geef nog steeds de voorkeur aan die van Garnier. Die vind ik net even iets makkelijker de eerste make-up eraf halen, maar prima micellair water. Nog een product van Nivea. Dit is de douchegel. In, even kijken hoor, orange en avocado olie. Deze was ook echt heel lekker. Volgens mij had ik er hier ook 2 van gekocht. Volgens mij was deze ook 1 plus 1 gratis. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Douchegel, gewoon hartstikke lekker. Rijk schuim, lekker zacht verzorgd gevoel daarna. Dus dik in orde. Ik heb nog een douchegel opgemaakt, deze. Dit is ook van Nivea. Dit is uit de Love Sunshine collectie. Volgens mij was dat een limited edition voor de zomer. Wel al van een paar jaar terug. Want volgens mij heb ik deze bij de Action meegenomen. Ik vond deze geur op zich wel oké. Maar na een paar keer was ik er eigenlijk ook wel klaar mee. Beetje net zoals ik laatst toen met die Palmolive. Was dat Palmolive wat ik had? Ja, volgens mij wel. Dus, ik zou hem niet snel nog een keer kopen. Dan een product wat ik wel heel erg fijn vond van Garnier. De Loving Blends shampoo in honinggoud. Deze heb ik vaker gehad. Vind ik echt een hele fijne lijn. De conditioner is hier ook goed van. Ik heb de leave-in conditioner hier ook van. Die vind ik ook heel erg goed. Die is ook bijna op. En ja, gewoon echt een hele lekkere shampoo. Maakt je haar lekker zacht. Het valt goed, het zit niet slap of het komt niet futloos eruit. Dus ja, heel fijn. Nog een shampoo. Deze is van L'Oreal, de Elvive Color Vive, de purple shampoo. Voor de anti-gele gluten, omdat ik geblondeerd ben tegenwoordig. Deze shampoo vond ik ook heel erg goed. Ik had vorige maand had ik de conditioner opgemaakt. Dat vond ik echt helemaal niets. Maar de shampoo vind ik wel goed. En op zich maakt de shampoo je haar ook best al wel zacht. Maar ja, ik heb gewoon altijd veel klitten op mijn achterhoofd. Dus ik heb altijd wel iets van een beetje conditioner nodig. En ja, dus de conditioner die was echt helemaal ruk. Maar deze shampoo ja, vond ik prima. Ik heb nu een shampoo van Gull. Die had ik bij de DM meegenomen. Dus ik ga nu de purple shampoo van Gull gebruiken. Maar deze zou ik zeker best ook nog wel een keer opnieuw kopen. Dan een deodorant is er opgegaan. 2 zie ik. Even kijken hoor. Alle 2 van Secret. Deze had ik al heel lang staan. Dus ik dacht, die moet ik nu even opmaken. En deze was Chill Ocean. En daar zat iets van een soort van een beetje kokos in. Dus vandaar dat ik er heel lang mee gedaan had en het maar niet op wilde. Maar nu dacht ik van, ik maak hem even op. Dus deze zou ik niet opnieuw kopen. Deze wel. En deze heb ik ook steeds. Dit is gewoon de Shower Fresh van Secret. Dat is gewoon al jaren mijn favoriete deodorant. Ik doe meestal deze, de Shower Fresh of de Powder Fresh. Ik wissel het een beetje af. Ik heb ook nu volgens mij weer een andere geur. Maar zolang het maar van die stickvorm is, dan ja, dat vind ik het prima. En die maag houden me gewoon de hele dag schoon en fris. En of het nou 40 graden is, of dat ik heel zenuwachtig ben, of nerveus, of whatever. Altijd goed deze deodorant. Een reiniger, gezichtsreiniger van Paula's Choice. Dit is de Optimal Results Hydrating Cleanser. Hier komt nog een review van aan. Die heb ik wel al geschreven, maar nog niet online gezet. Voor normaal te droge huid is dit prima gezichtsreiniger. Dit soort producten zet ik altijd onder de douche, omdat het makkelijker is met het pompje. En dus een review van deze volgt nog, maar die vond ik heel erg goed. Dan heb ik een gezichtsmasker gebruikt. Volgens mij kwam deze uit de Look Fantastic box alweer een tijdje terug. Van het merk, weet ik niet, Shampree denk ik. En dit was gewoon een hydraterend masker. En wat ik van deze vooral vond is dat die heel nat was. Dus dat vind ik altijd lastig. Het is natuurlijk heel goed dat ze goed doordrekt zijn met serum. Maar je kan er bijna je hele lijf mee insmeren. En dan loopt er nog van alles uit het zakje.
Maar als het zo nat is, dan krijg je dat sheet masker bijna niet uit elkaar gepulkt, zeg maar. En dat zorgt nogal eens voor frustraties, althans bij mij. Maar verder gewoon een prima, prima hydraterend gezichtsmasker. Even kijken, deze, ook van Garnier. Dit is wat de oogmake-up remover. Deze had ik volgens mij bij Notino besteld. Was maar goed bevallen, dus ik heb hem nu ook bij de DM had ik hem meegenomen. Dus ik ben aan het tweede flesje bezig. En ja, prima om even de oogmake-up eraf te halen voordat ik met de rest van de reiniger aan de slag ga. Dus ja, helemaal goed. Dan had ik opgemaakt van Neutrogena. Daar had ik een heel pakket van gekregen. Dit was de nachtcreme volgens mij. Nee, de dagcreme. De Cellular Boost. Hiervan staat een review van op & Ages Gracefully. Prima producten. Gewoon hartstikke lekker. Prima. Ja, een beetje basis. Gewoon dag- en nachtcremes. Serum vind ik heel erg lekker. Die is met retinol. Die heb ik nog staan boven. Die is nog niet op. De oogcreme vind ik minder, maar de dag- en nachtcreme vond ik echt heel erg goed. Dan een product wat niet op is, maar wat echt weggaat. Dit is de Sol de Janeiro Body Butter, dus de Bam Bam Cream. Vorige maand had ik wel opgemaakt de blauwe versie, maar deze, hij ruikt zo sterk naar karamel. Ik kan er echt niks mee. En mijn dochter vindt het ook vies, dus ik ga hem nu gewoon wegdoen. Dan nog een product wat niet op is. In mijn laatste sample Saturday kon je deze zien, of die keer daarvoor, van Niels Yard. Dit is de Wild Rose Balm. Hele sterke geur ook. Ja, echt een beetje van dat tea tree-achtige, ja, echt zo'n sterke eucalyptusgeur. Het is dus een beauty balm. Je zou hem voor een heleboel dingen kunnen gebruiken. Droge plekjes, als gezichtsmasker, als reiniger, als lippenbalsem. Nou, noem het maar op. Maar ik kan die geur, ik word er echt, nou, ik word er zelfs een beetje misselijkachtig van. Dus ik had hem eerst als gezichtsreiniger, maar hij is super, super vet. Zoals je kan zien is het ook echt een beetje een salvig product. Dus ook als je het eenmaal ingesmeerd hebt en je wil met een washandje eraf halen, het wordt gewoon één vette bende. Dus ik dacht, nou, dan doe ik hem als lippenbalsem, maar elke keer die geur die je dan in je neus krijgt, ik kan het niet. Dus weg ermee. Dan, tandpasta. Dit is de Aquafresh, de Senses Revitalizing Eucalyptus Lime en Mint. Heel erg lekker vond ik dit ook. Ja, alles wat citrus is, dat is bij mij al snel goed. Dus ja, hele lekkere tandpasta. Dan twee producten van de Body Shop. Twee body butters. Ik kom eigenlijk nooit meer bij de Body Shop. Want hij zit niet meer in Hilversum. Anders liep ik er nog wel eens binnen, maar... En ik moet ook zeggen, ik ben niet heel erg gecharmeerd van de producten van de Body Shop. Vooral omdat ze heel veel alcohol de nat in hun gezichtsproducten hebben. En dat is gewoon de uitdrogende alcoholsoort. En ik vind dat gewoon niet oké. Weet je, voor zo'n goed merk denk ik van je kan best een ander ingrediënt doen. Maar die body butters vind ik altijd lekker. Ik ging een foodfile kopen. En toen zag ik deze bij de kassa. Dus daar heb ik twee potjes meegenomen. Dit is de Pink Grapefruit. Oh, die vind ik ook zo lekker. Die ruikt gewoon echt een beetje dat zuurige van die grapefruit ruik je erin. En een hele lekkere body butter. En de andere die ik had meegenomen, dat was de British Rose. Die vond ik ook heel lekker. Ik ben normaal niet zo van de roze geur, maar deze heeft gewoon een hele lekkere subtiele geur. En niet zo overheersend. En ja, die vond ik ook lekker. Dus dat zijn twee body producten. We zijn er nog niet hoor. Ik heb opgemaakt een setting powder van de Ethos. Gewoon zo'n losse poeder om even je make-up mee af te poederen. Oh, ik zie nou dat er zelfs nog een heel klein beetje in zit. Terwijl dat vorige keer, ik denk dat het toch van boven is gekomen. Ik doe meestal een beetje in het deksel en dan met een grote kwast. En dan even afpoederen zodat ik niet ga glimmen gedurende de dag. Ik heb ook weer een nieuwe gekocht van de Ethos. Dus die vind ik helemaal dik in orde. Dan mijn favoriete oogcreme. Dit is die van IT Cosmetics. De Confidence in an Eye Cream. Heb je al meerdere keren voorbij zien komen. Staat ook een review van op mijn blog. Vind ik super lekker. Ik denk dat dit mijn derde pot inmiddels is. En ik ben er nog niet op uitgekeken. Dus er staat ook alweer een nieuwe pot in de kast. En ja, top vind ik hem. Met name zorgt hij ervoor dat die vochtwallen helemaal weg zijn. En ik moet zeggen, hier is het ook echt lekker glad.
Dus ik doe s'avonds, ik gebruik hem altijd s'avonds, echt een beetje zo'n lekkere dikke klodder. En dan masseer ik het even zo lekker in. Het trekt echt heel erg snel in en ja, ik ben er heel erg blij mee. Dan een aantal kleine producten, even kijken hoor. Dit is ook nog een tandpasta van Olaboo. Deze zat echt in jouw box. Dit was de Natural White Toothpaste. Dit vond ik helemaal niks. Het is een tandpasta die niet schuimt. Dat vind ik normaal niet zo erg. Maar hij maakte je mond gewoon niet fris. Hij gaf niet dat frisse bekkie wat ik zeg maar zo graag heb na tandenpoetsen. En ik heb zelfs een paar keer gehad dat ik in de auto naar mijn werk zat. Dat ik dacht, heb ik mijn tanden wel gepoetst? En dan dacht ik van, oh ja, want mijn tanden voelden wel schoon. Dus het is wel schoon. Maar je hebt niet dat pepermuntige of dat mintgevoel, zeg maar. Dus ja, voor mensen die helemaal niet van fluoride en die heel erg natuurlijke tandpasta, die vinden dit misschien fantastisch. Maar ik heb liever dat lekkere, zo van, dat lekkere frisse gevoel na tandenpoetsen. Dus ik vond dit niet een aanrader. Dan wel een aanrader. Deze is van Madara. Daar heb ik ook een sample Saturday van geschreven. Die staat nog niet online. Die moet nog komen. Dit is de Night Cream, de Regenerating Night Cream. Die vond ik ook heel erg lekker. Deze rook ook heel erg lekker. Ja, heeft ook weer een beetje dat citrusachtige geurtje. En Deep Moisturizing staat erop. Ik vond hem ook echt, echt heel lekker. En ik heb best heel lang gedaan met deze tube. Ik denk echt wel een week of drie. Dus prima indruk van gekregen. Dan had ik van Nano B een recovery mask opgemaakt. Deze komt ook uit de Look Fantastic Box. Deze vond ik niet zo heel bijzonder. Ik vond hem wel lekker, maar ook niet dat ik zeg van nou wauw, geweldig. Gewoon onder de douche, gezichtsmaskertje op, even een paar minuten in laten trekken en dan afspoelen. Dus oké, maar ik vond hem niet heel erg speciaal. Dan mijn geliefde Lano Lips. Die vind ik wel heel speciaal. Dit is gewoon zo'n labello-achtige product. Ook een beetje zalvig. Maar zo lekker dat je echt uren met je blijft je lippen gevoed. En ik doe hem altijd 's avonds op voordat ik naar bed ga. En ja, groot fan zijn we hier in huis. Mijn dochter gebruikt hem ook heel graag. Dan een kleine mascara. Deze was van Milk Makeup. Deze zat volgens mij ook in de goodie bag van Cult. Met een hele dikke, borstelige borstel. Ik vond hem goed, maar ook weer niet spectaculair. Ik vond hem niet beter dan mijn Essence of Catrice mascara. Dus prima mascara. Maar zou voor mij geen rebuy zijn, gewoon omdat de prijs dan te hoog is. Nog een heel fijn product. We zijn er bijna. Nog twee. Ook uit de Cult Goodie Box. Hier ga ik nog een sample Saturday ook van schrijven. Dit is het hydraterende serum van Verso. Vond ik ook heel erg lekker. Met niacinamide zit hierin. En ja, zo'n klein tubetje, daar doe je een week of twee mee. Dus je krijgt een prima eerste indruk ervan. En ja, ik vond het gewoon echt heel erg lekker. Dan een product waar ik ook een sample Saturday van ga schrijven. Heb ik nog niet gedaan. Staat nog op mijn lijstje. Odele van Colossal, dat is deze. Dit is een sample die ik kreeg bij een bestelling. Ik vond helemaal niks. Ik vond deze ruiken naar een beetje een hele goedkope chemische toiletreiniger. Nou wil ik daar niemand mee beledigen, want misschien vonden mensen het fantastisch. Maar dit was een beetje een hype volgens mij vorig jaar of het jaar daarvoor. Ik heb van, dus dat is een beetje zo'n milky micellair is dit. En ik heb natuurlijk die van Garnier, dat was echt mijn grootste flop van 2019. Dat vond ik echt de misser van het jaar. En ik vond deze ook echt niet fijn. Hij plakt. Ik vond de geur dus niet lekker. En dus ik ga hier zeker nog een sample Saturday over schrijven, want ik heb er wel wat over te melden. Dus die komt nog. En dan tot slot deze, ook uit de Cult Beauty Bag. En dit is van Briogeo. En dit was een haarolie, of een haarserum eigenlijk. En ja, deze vond ik heel erg lekker, maar voor mijn haar te zwaar. Dus hij maakte mijn haar. Ik heb hier denk ik een keer of 4-5 mee gedaan, want je hebt er echt maar een paar druppeltjes van nodig. Dus om zeg maar pluis een beetje tegen te gaan als je het gefeund hebt of gedroogd hebt. En deed ik echt een heel klein beetje, maar ik merkte toch, het was echt heel erg fijn spul. Want ja, mijn haar werd er echt heel erg mooi glad van, maar de dag erna was het gewoon echt al gelijk vettig. Dus ja, gewoon te zwaar voor mijn haar, maar wel echt een heel fijne haarolie. Als je ja, misschien wat krullen hebt of wat dikker haar hebt, dan is het echt wel een aanrader. Dus dat is die.
Dat waren ze. Wat een enorme berg is het weer geweest. Er komen dus van een aantal producten nog reviews aan. Dus hou zeker mijn blog AnnetjesGracefully.com in de gaten. Zie ik je graag daar. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en een duimpje omhoog te doen. Heb je nog vragen over een van deze producten of wil je ergens anders iets over weten? Laat het even weten in de comments en dan kom ik erbij op terug. Groetjes, hi!